Ik rijd dagelijks van Eindhoven naar Den Bosch of naar Tilburg. Ik rijd elke dag vanuit Den Dungen naar Den Bosch toe, vice versa natuurlijk. Waar ik eerst toch vooral, eigenlijk zonder na te denken, 's ochtends aansloot in de file, is dat tegenwoordig nauwelijks nog het geval. Omdat ik bijvoorbeeld eerst thuis al mijn mail bekijk of dingen die ik thuis kan doen, eerst thuis doe en dan pas naar mijn werk toe ga. Als het weer toestaat, pak ik de fiets. En ik probeer regelmatig wat later te beginnen. Dus dat ik pas rond 9:30 vanuit thuis vertrek. Dus wat meer flexibeler te zijn in mijn werktijden. Waardoor ik die ochtendspits in ieder geval kan vermijden. Nou, op de eerste plaats ben ik heel blij met het feit dat de 2300 deelnemers die we hebben kunnen vinden, dat die ook daadwerkelijk in staat zijn gebleken om 1/3 van hun ritten niet meer in de spits af te leggen. Nou, dat vind ik een heel goed resultaat. Het tweede vind ik heel fijn dat de mensen die aan het einde van de proefperiode geen financiële beloning meer krijgen, toch bewust zijn geworden en een eigen motivatie hebben gekregen om door te gaan met dat nieuwe gedrag. Dus om de spits te blijven mijden. Ik heb me ook wel afgevraagd, zou ik dit gedrag nog steeds vertonen als het bijvoorbeeld maar een paar maanden had geduurd of een half jaar? Dan denk ik dat het heel even geweest zou zijn en dat ik ook weer heel snel teruggevallen zou zijn. En nu merk ik dat het na 2 jaar toch ook echt iets van mij is geworden. En tot slot kan ik zeggen dat wij ook gemerkt hebben dat het de belemmeringen om te komen tot een andere werkwijze of een keer thuiswerken, dat dat vaak niet zo zit van het mag niet van de baas of het kan helemaal niet van mijn werk. Maar mensen zijn er zich vaak nog niet zozeer van bewust. Nou, het allerbelangrijkste is dat ik ben gaan nadenken of ik wel altijd op de standaard momenten op de weg moet zitten. Ik vind het heel interessant om altijd mee te werken aan onderzoeken. Om te kijken van als dat leidt tot gedragsveranderingen bij mensen, vind ik het sowieso interessant. Ook vanuit een eigen stukje betrokkenheid op gedragsveranderingen. En ook omdat het zorgt voor een stukje bewustwording weer. Van wat doe je nu eigenlijk zelf en wat zou mijn eigen bijdrage daarin kunnen zijn? Ja, wat ik nog niet zo blij mee ben is dat het beeld over spitsmeiden nog niet zo positief is. Het wordt toch heel vaak gezien als van is het niet fraudegevoelig? Houden mensen niet de overheid voor het lapje? Incasseren ze gewoon de maandelijkse premie en doen ze stiekem toch gewoon in de spits doorrijden? Nou, dat gebeurt natuurlijk op kleine schaal ook wel. En ik ben nog niet zo blij met het beeld wat spitsmeiden heeft. Ik wil eigenlijk dat het veel positiever wordt. Ja, de mogelijkheden die zijn eigenlijk heel erg ruim. En de voordelen die zijn enorm.